Informatie verkregen van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme geeft aan dat de pompprijs voor een liter ongeladen benzine bij GoTo vandaag met 21 cent omlaag is gegaan. De klant betaalt bij GoTo SRD 5,90. Bij Sol is de prijs nog ongewijzigd gebleven, namelijk SRD 6,34. Het ministerie heeft verder de oliemaatschappijen gevraagd hun bedrijfsmarge, die gemiddeld 12,5 US dollar cent is, bijkans 92 SRD cent per liter, te verminderen. De government take is momenteel haast evenveel en bedraagt SRD 70 cent voor diesel en 1 SRD 30 cent voor gasoline. Het ministerie had met de oliemaatschappijen afgesproken om na de vaststelling van de verhoogde brandstofprijs deze te evalueren. De evaluatie zou 3 maanden na de verhoging van maart plaatsvinden. Het systeem dat gebruikt wordt bij het bepalen van de pompprijs zou nader bekeken worden. De ontwikkeling met betrekking tot de vaststelling van de prijs vindt plaats na klachten vanuit de samenleving op de plotselinge en drastische verhoging van de benzineprijs een week geleden.